In een groot pad van Nederland kwam flinke buien voor. Justerjoen, de aardige nacht. En Joetodaik en Buus voelde het al je nog wel wat ta. Ik stond hier van de midden nog in een skiere zinnen. En het weer nog vlak waar, dat wol. En het echte ruimwetter, wat meer millimeters. Ja, ik denk nou zoals maaien. Wol, joen en vannacht. Opklarings, droeg waar, bewolking en een temperatuur om het bij de 10 of de halve graden heen. Ja, er is aardig wat bewolking. En de wind komt uit het oosten tot noordoosten. Is vrij krachtig of krachtig in de kustgebieden. Krachtig betekent hut in het watergebied. En op het Westerloon matig. Dat binnen dan de verschillen. Monodai hebben we het over zinnen en bewolking. En we hebben het over een simmerdai. Maar simmertemperaturen natuurlijk. Njochentje rond 22 graden. Ja, dan is het gelijk weer warm. En verder hebben wij het over een matig rond vrij krachtige wind. Uit het oosten rond noordoosten wij. Kust, watergebied krachtig. In het watergebied betekent hut. En dus een waarschuwing van de wettersporter. Net alleen nog voor die hutte wien, maar ik van die allandige wien. En dan moet je morgen de nacht is het droeg. En dan zetten we terug naar het Fruitsjoch. En dan komen we Keningen Duitsje in. Maar een krachtig rond hutte wien betekenen. En die hutte wien dan betekenen in het kust- en watergebied. En de vrij krachtige wien op het Vesteloon. Het waait stevig, mensen, organisaties houden rekening maar op deze Keningen Duits. Maar het waar is prima. Njochentje of 20 graden en droeg mij flink wat zinnen. Flink wat zinnen op snijn, flink wat zinnen op manje, de temperaturen gingen wel wat voorom. Ik denk op snijs en 16 graden, op manje en 16 graden, maar dat is nog altijd wat aan de heegkant voor deze tijd voor dieren. En we moeten morgen maar weer even in het waarschijn.